Welkom bij aflevering nummer 8 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liapo en iedere week praat ik met inspirerende ondernemers. Zo ook deze week de eerste dame, Astrid Willems. Voordat we beginnen wil ik jullie vragen om even langs te gaan bij www.ondernemerspassie.nl/iTunes om daar een leuke review achter te laten. Hoe meer reviews ik krijg, hoe hoger ik stijg in de rankings. Ik ben ook een beetje gaan kijken op iTunes zelf van welke andere leuke podcasts zijn er om die met jullie te delen. Een van die podcasts is Tech Snacks. Presentatoren Maarten van Woerkum en Remo Mens omschrijven het als volgt. Twee presentatoren, 40 minuten, 4 onderwerpen. De enige tech podcast op snackformaat. Nou ja, ze hebben het over van alles als Microsoft, WhatsApp, Windows. Dus hou je van tech, luister naar de podcast. Ik vond het erg leuk. Ik heb nog niet alle afleveringen beluisterd, maar het is zeker de moeite waard. Alle linkjes zijn weer te vinden op www.ondernemerspassie.nl bij aflevering nummer 8. Dus alle boeken waar we het over hebben, alle linkjes, die kun je daarop vinden. Nou, ik wens jullie heel veel luisterplezier. Je gaat dadelijk luisteren naar Astrid die lekker buiten zit en die doet het Skype-gesprek via de mobiele telefoon. Dus je hoort allerlei leuke vogeltjes op de achtergrond. Het werkte goed. Nog een kleine tip. Wist je dat je op je smartphone een app kan downloaden, waardoor je die podcast gemakkelijk op je mobiel, of dus op je smartphone, kan beluisteren? Dus je hoeft niet naar de website te gaan. Je gaat gewoon naar de app. Je tikt in Ondernemerspassie. Je komt uit bij deze podcast. Je ziet gelijk alle afleveringen staan. Die worden gedownload op je smartphone. Dus je kan luisteren terwijl je aan het hardlopen bent. Je kan terwijl je aan het lopen bent. Terwijl je aan het sporten bent. Terwijl je aan het koken bent. Super gemakkelijk. Dus je gaat daar ook heel veel andere leuke podcasts vinden. Dat is even een kleine tip. Oké, daar gaan we. Welkom Astrid Willems. Ja, hallo. Hi, Astrid, je bent ondernemer. Ja. Van je LinkedIn zie ik gek op ondernemen, creëren en denken. Je bent auteur van het boek Flexdenken. En je geeft ook regelmatig workshops en daarna ben je ook kunstenares. Ja, ja. En illustrator. Ja. Ja. Astrid, wil je wat meer over jezelf vertellen waar je nu mee bezig bent? Nou, ik ben nu natuurlijk nog druk met mijn boek, want dat is pas recentelijk uitgekomen. Dus we zijn nu aan het kijken voor de tweede druk. En daarnaast geef ik natuurlijk veel lezingen erover. En ik heb wel mijn nieuwe droom net post gevat en dat is om een mobiel huisje te bouwen. Ook wel eigenlijk in het kader van flexdenken. Een mobiel huisje, ja. Een camping. Ja, een tiny house. Ik weet niet of het je wat zegt. Ja. Ja, zo'n echt een houten huisje, maar wel verrijdbaar. Oké. Maar dan wil ik... Ik ben bezig... Ja, sorry, ga verder. Oh ja, dus dan... Maar ik wil dan echt zo'n zelfvoorzienend huisje. Dus dat je gewoon je energie opwekt en mobiele waterzuivering zou helemaal mooi zijn. En dan dat ik om het half jaar, zeg maar, ergens anders woon. Maar wel met huis en al verhuis. Ah. Dat wordt het flexdenkhuisje. Ja, heel toepasselijk. Ja, toch? Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, dat speelt eigenlijk al wel langer. En ik merk dat ik dit jaar steeds meer over begon te praten. En toen was ik vorige week, heb ik 3 dagen gewerkt op de Week van de Ondernemer. Via Permanent Beta, zo'n netwerk. En toen heb ik iemand gevonden die dat wil ontwerpen. Ik heb al iemand gevonden waar ik het huisje kan neerzetten. En opeens, zeg maar, heb ik allerlei haakjes om het echt te gaan realiseren. Dus dat is, zeg maar, mijn volgende droom. Ja, na mijn boek. Maar ik denk dat ik daar ook wel weer een boek van maak. Dat is een heel goed onderwerp. Ja, een klein boekje voor kleine huisjes. Ik heb toevallig net een podcast gehoord, ook een Nederlandse podcast, van Jelle Derks. Ja, die interviewt ook een Amerikaanse, ja. Daar gaat het ook over. Ja. Ik weet niet of je het kent. Ja, want het is Tiny House Movement, heb je al in Amerika inderdaad. Ja. En nu begint het in Nederland wat meer, de eerste huisjes worden wel gebouwd en zo. Dus dat zal ook wel hier naartoe overkomen waaien. Maar het is wel interessant. Ja, het lijkt mij gewoon heel leuk om op die manier te leven. Maar dat past wel, want Jelle die schrijft ook veel over minimaliseren en zo. Hè? Dus dat past helemaal in dat straatje, want in zo'n klein huisje kan je ook niet heel veel spullen hebben. Ah, ja. Een soort zelfbescherming. Ja, precies, ja. Ja, flexibiliteit eigenlijk. Hè? Om, ja.
Het is wel heel compact en overzichtelijk. Ja, ja zeker. Hey, zou je wat meer willen vertellen over je boek? Ja. Nou, wat wil je weten over mijn boek? Flexdenken. Mm-hmm. Waar gaat het over? Maar de ondertitel is Overleven in een best ingewikkelde en gegarandeerd onzekere wereld. En het is eigenlijk met het zicht op dat de wereld nu constant verandert en best wel onoverzichtelijk en complex is en heel veel bestaande zekerheden wegvallen. Waardoor mensen voor de uitdaging staan om nog steeds wel ontspannen en relaxed in het leven te staan. En daar is mijn boek voor geschreven. Of overgeschreven. Dat we zeg maar vanuit het stabiliteitperk naar het flexibiliteitperk bewegen. En dat we heel veel concepten hanteren uit het stabiliteitperk komen. Maar die eigenlijk niet goed van toepassing zijn op hoe de wereld nu werkt en functioneert. Heb je voorbeelden voor ons? Die heb ik wel. Nou, we zijn bijvoorbeeld heel erg gevoed met analytisch denken. En terwijl tegenwoordig denk ik dat creativiteit veel belangrijker is. Want je kan wel een analyse hebben van een probleem die helemaal klopt, maar dan heb je nog steeds geen oplossing. En als je een oplossing wil hebben, dan moet je toch gewoon dingen gaan uitproberen en gaan klooien en gaan doen en je creativiteit inzetten. En dat is iets waar we eigenlijk niet heel erg mee doorvoed zijn. Zeg maar. We leren op school eigenlijk af om creatief te zijn, want dat plaatsen we heel erg in het hokje van artistieke vaardigheden. Dus je hebt gewoon heel veel mensen die denken dat ze niet creatief zijn omdat ze niet kunnen tekenen, weet je wel. Dus je wordt daar niet heel goed in getraind. En wel heel erg in analytisch denken, kritisch denken, probleem oplossen en zo. Of hoe heet het? Problemen detecteren vooral. Maar niet oplossingsgericht, ontwerpgericht denken. Wil je een concreter probleem? Of een concreter voorbeeld? Nou, ik wilde wel wat vragen, want je geeft ook die workshop. Dat gaat over dit onderwerp dan, neem ik aan. Ja. En dat geef je ook bij, ik zie bedrijven staan als Rabobank in Holland, ABN. Uh-huh. Wat is de vraag die die instellingen van jou, of wat is de vraag die ze stellen aan jou? Dat is op zich wel vrij uiteenlopend. Ik gebruik ook vaak jong leren als metafoor. En dat is dan voor loslaten. En dat is vooral nu ook wel in nieuwe vormen van management. Minder op controle en sturen, maar veel meer loslaten. Ook omdat heel veel mensen gaan natuurlijk over naar flexwerken en dergelijke. En dat loslaten is wel een uitdaging. Dus daar maak ik vaak wel een combinatie van, omdat dan ook zo'n workshop heel speels en bewegelijk wordt. En je ondervindt dat dan een beetje aan den lijve, hoe ingewikkeld het is om los te laten. Omdat met jonge leren kom je altijd op een, als je een overpaktechniekje hebt, is het heel moeilijk om dat te schakelen. In ieder geval, ja, het is moeilijk om die ballen los te laten. Dat klinkt heel raar, maar als je gaat leren, jong leren, dan ervaar je dus hoe lastig dat is. En dat kan je weer één op één toepassen op hoe je gedachten werken. Dat je dus ook vaak mentaal wil je zeg maar hangen of vasthouden aan iets, of dingen controleren. Terwijl het vaak beter werkt als je het loslaat. Dus veranderen en loslaten zijn wel grote dingen. Ook zeker voor medewerkers in grote organisaties. Zoals waterschap heb ik laatst gedaan. Daar gaan ze ook helemaal op reorganisatie en over naar flexplekken. Kijken wat voor vraag. Ja, creativiteit natuurlijk, out of the box. Dus, want ik kom ook uit de creatief denkhoek. Dus ik heb veel workshops gegeven, ook wel voor die bedrijven en creatief. En dan is het vooral van hoe kan je op een andere manier naar uitdagingen kijken? Hoe leer je zeg maar buiten de kaders te denken? Omdat het wel belangrijk is om mee te bewegen en ook innovatief te zijn, omdat je anders gewoon ingehaald wordt. Hè? Dus je ziet wel van die bedrijven, recentelijk dan V&D bijvoorbeeld, die hanteren natuurlijk gewoon eigenlijk verouderde retailmodellen, die eigenlijk niet meer werken. Dus je kan wel denken van we hebben gewoon veel plek, grote locaties, A-locaties, veel spullen en mensen moeten die spullen komen kopen. Nou ja, als dat niet gebeurt, dan moet je toch op een andere manier tegen je bedrijfsmodel en zo aankijken. Dus ik ben er heel trots op dat ik wel drie ballen kan jongleren.
Ja? Oh, kijk. Nou. Ja. Ik heb leren loslaten. Ja. Het is ook heel goed voor je linker-rechter hersenhelft, de combinatie schijnt, las ik laatst. Als je gaat jongleren, ja. Op naar de vier. Ja. Zeg, die bedrijven, daar zitten werknemers in. Is het niet zo dat die mensen gewoon... ik weet niet of het zo is hoor. Maar je zit in een bepaald bedrijf en het is niet een creatief iets, of een creatief bedrijf. Van hoe kan je die mensen dan wel creatief laten denken? Nou, op zich is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want eigenlijk is iedereen heel creatief. Zeg maar, we zijn gewoon creërende wezens. Ieder mens is creatief. Ieder mens is in zijn leven bezig met op wat voor manier dan ook, zeg maar, zijn leven vormgeven. Dus we zijn constant aan het creëren. Maar de uitdaging is vaak wat dan in organisaties gebeurt, is dat de lopende werkzaamheden, zeg maar, alle aandacht vergen. Dus er is heel weinig ruimte voor. Er is weinig ruimte voor ruimte. Klinkt misschien een beetje vaag. Maar als je dus op nieuwe gedachten wil komen of je wil nieuwe ideeën uitdenken en uitproberen, dan heb je wel ruimte daarvoor nodig. En als je constant in beslag wordt genomen door lopende zaken, dan is er voor die creativiteit eigenlijk weinig plek. En wij zitten heel erg in al die efficiëntiemodellen. Hè? Dus continu, ja, dus het allemaal efficiëntie en productie. Maar dan kan je wel heel goed dingen, zeg maar, produceren. Alleen dat wil niet zeggen dat wat je produceert ook nog nuttig is of nog waarde heeft. Dus je moet constant ook blijven kijken naar, kan ik dat vernieuwen of verbeteren? Of hoe kan ik, weet je wel, nieuwe mogelijkheden ontdekken? En dat zit nog niet heel erg in de organisatiestructuren die wij hanteren. Of organisatiemodellen. Dus dan, want er komen andere randvoorwaarden bij kijken. Bij creativiteit. Het is een hele andere vorm van denken. Dus je hebt juist afstand nodig. Rust, ruimte, ontspanning. Ja, ik ben heel nieuwsgierig, want in zo'n bedrijf, je krijgt mega veel e-mailtjes, vergaderingen, ja. Taken moeten afgerond worden. En dan kom jij en je zegt, je hebt eigenlijk ruimte nodig. Dus hoe moet ik dat zien? Ja, van blok tussen 8 en 4, blok het af. Nou, bijvoorbeeld, en bij wat is het nou, Google, hè? Hebben ze ook zo'n 20% speeltijdregeling. Weet ik eigenlijk niet precies in hoeverre dat nog zo strak wordt gehanteerd. Maar op zich is dat wel een mooi format van... Je moet dat in je structuur krijgen, als het ware. Die ruimte moet je inderdaad, nou ja, wat jij zegt is eigenlijk wel een goede. Gewoon afboeken, ja. En dan even alles loslaten en gedachten verzetten. Maar het helpt natuurlijk ook om bij elkaar te komen. Innovatiegroepen, innovatiesessies, noem maar op. Dat soort dingen werkt ook. Want dan maak je het ook concreet. Dus creatieve sessies. En dus inderdaad dat je even af en toe een stap terugzet van je lopende werkzaamheden en uitzoomt. Kijkt van waar je op plekken nog iets anders kan toevoegen of een verbetering kan doorvoeren. En hoe reageren ze daarop? Goed. Nou, het is altijd sowieso, kijk, in zo'n workshop is dat gewoon super tof, want dan ben ik er natuurlijk ook. Dus dan creëer je gewoon die structuur. En dan krijg je mensen wel goed op in die creatieve flow. En met veel humor en zo. En daar ontstaat dat wel heel veel positieve energie. De kunst is wel van hoe krijg je het dan, hoe trek je het door, inderdaad. Maar ja, dan moet ieder toch ook wel weer ergens voor zichzelf een oplossing voor vinden. Dus ik kan niet voor iedereen daarin faciliteren. En meestal misschien een natraject. Een natraject, ja. Dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja. Ja, ik denk gelijk met je mee. Ja, heb je er zin in? Kunnen we samen misschien wel. Ja. Misschien wel, ja. Nou, klinkt... Mijn kwaliteit is vooral, zeg maar, het opschudden en het in beweging krijgen. En ja. Ik zou best nog wel wat iemand kunnen gebruiken voor de nazorg. Ja, ik ga erover nadenken. Ja. Zeg, hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen? De flexdenken. Flexdenken.com. Omdat ik zat dus in de creatief denken, gaf ik workshops. En toen merkte ik gewoon dat die roep om flexibilisering zo toenam. En ik vond dat wel interessant. Want ik denk van, ja, wat is dat nou eigenlijk, die flexibiliteit?
Omdat je ziet dat zeg maar, heel vaak wordt dan de omgeving veranderd. Dus opeens zijn er dan flexwerkplekken bijvoorbeeld in plaats van vaste werkplekken. Maar uiteindelijk wordt er niet zozeer gekeken naar de mindset. En ik denk van ja, flexibiliteit in eerste instantie is gewoon een mindset. Dat je anders naar je omgeving kijkt. Dus dat je niet uitgaat van vaste structuren, maar veel meer uitgaat van beweging. Dus dat alles constant beweegt, constant verandert. En dan moet je, en dan, dan heb je, zeg maar, als je daarvan uitgaat, heb je al per definitie een andere mindset. En dat ben ik heel erg gaan, nou ja, gaan uitpluizen. En dus onder de noemer flexdenken gaan uitwerken. En waarin creativiteit wel weer een heel groot onderdeel is. Hè. Dus alles wat ik daarvoor heb gedaan onder de noemer creatief denken, kan ik nog steeds heel goed gebruiken. Alleen dat flexdenken is wat meer dan uitgebouwd, ook met loslaten en leergericht zijn. Dus het is iets omvangrijker en het gaat wat meer over, eigenlijk gaat het heel erg over je fundament, is zeg maar de kern, je mindset. Dus hoe verhoud je je tot je omgeving? En dat creatief denken is wat meer toegespitst op van hoe los je een probleem op, zeg maar. Hoe kan je op meerdere manieren tegen een probleem aankijken? En daar heb je ook allerlei technieken voor en dergelijke. Ja, leuk. Mindset is echt in mijn straatje. Mindset, ja. Ja, dat is heel... Nou ja, het gekke is, je kan dus met een paar eigenlijk voor de hand liggende inzichten bijna heel veel oplossingen al genereren. Gewoon alleen al door het feit dat je er anders naar kijkt. Dat je je wat was anders nou, ertoe verhoudt. Wat was nou voor het moment dat je dit bedacht? Dat je dacht, aha, dit wordt het. Nou, ik weet niet of ik echt zo'n heel concreet aha-moment heb gehad. Natuurlijk wel met die, waarschijnlijk wel met dat woord, hè, flexdenken. Dat kwam dan, volgens mij, 2 jaar geleden of zo bij me op. Maar kijk, uiteindelijk is het ook gewoon een soort continu proces, want ik ben het nog steeds eigenlijk aan het uitdiepen en aan het aanscherpen. Ook al heb ik dan wel een boek natuurlijk nu waar ik heel veel dingen al in heb vastgelegd. Wel ik wel ook wel een fundament heb gelegd. Maar nou ja, nu ook dat ik dan weer met zo die tiny houses bezig ben. Toch ontwikkelt het ook weer door. Ja, dus, maar het is meer voor, ja, dus aha, het is eigenlijk soort, misschien is het een soort de doorlopende aha-moment. Dat ik in ieder geval nu wel echt denk, oh ja, alles wat ik, waar ik mee bezig ben, past gewoon heel erg onder die kapstok van dat flexdenken. Dus dat heb ik wel, nou ja, daar ben ik wel blij mee. dat me dat is gelukt. Je bent in een staat van flow. Ja, nou, maar het is natuurlijk, ik ben wel zo'n type wat heel veel dingen doet en ook op zich wel kan. Waardoor het soms ook voor mensen lastiger wordt oh ja, wat doet zij nou precies? En bij flex denken op de een of andere manier heeft iedereen daar wel heel erg al een invulling bij. Dus het is een woord dat op de een of andere manier al bestaat voordat het bestond. Weet je wel? Mensen snappen gewoon wat je ermee. Ja, mensen eigenen het zich toe. Ze weten gewoon, ze hebben er associaties bij. En daardoor wordt het opeens een stuk concreter wat ik dan doe. Omdat het een woord is. Ja, dan zeggen ze, Astrid, wat doe je nou eigenlijk? Ja, nou, flexdenken. Ja, ja, oh ja, wat is, ik snap het. Ja. Ja, ze zeggen, wat is dat? Dan zeg ik, ja, wat denk je dat het is? Nou, dan geven ze weer altijd een hele mooie uitleg die ik weer kan gebruiken. En dan zeggen, ja, inderdaad, precies, dat is het. Dat heb je ook goed gezien. Ja. Nou ja, zo is het wel een beetje. Want ik bedoel, flexdenken blijft ook flex. Ja. Je pas je aan, je pas je aan. Ja, het is goed dat iedereen daar ook weer andere associaties bij heeft. Nou, wat ik al eerder zei, mindset, dat is ook helemaal mijn ding. En ik wil je nog een vraag stellen over een moment in je leven, of als ondernemer zijnde, dat je dacht van, waar ben ik aan begonnen? Ik wil ermee stoppen. Wat is dit verschrikkelijk? Hoe ging dat? En vooral ook, hoe ben je daar doorheen gekomen? Oh, nou, ik moet zeggen, die momenten, die dus niet van, daar heb je er maar één van. En als je daar doorheen komt, dan heb je hem nooit meer. Maar dat was maar zo'n feest. Op zich heb je nogal met enige regelmaat, heb ik dat soort momenten. Maar ik geloof altijd wel, diepe dalen, hoge pieken. Van soms dan loopt het even allemaal vast. En dan, ik heb het eigenlijk nog wel recentelijk gehad. Vorige maand eigenlijk nog wel. Dat is omdat ik best wel diep ben gegaan voor dat boek, om dat te produceren. En eigenlijk ga je ook weer in één stuk door met die publicatie en een promotie. En dan komt er, nou ja, ik moest weer van alles aanpassen, omdat ik dat flexdenken heb opgezet voordat ik het boek had bedacht.
Dus nou ja, van vormgeving tot inhoud, lezingen, workshops, noem maar op. En je ontdekt weer, je moet weer een hele nieuwe wereld verkennen, weet je wel, met van nou, een boek. Hoe ga je dat dan weer doen? Daar heb je, ja. Dus dat was best wel weer intensief. En dan, nou, soms als je even net iets te veel energie besteedt, dan waar je eigenlijk op het moment toe in staat bent, dan denk je, oh mijn god, ik wil, ik wil hiermee kappen, weet je wel. Maar vaak is dat gewoon een teken dat je even je grenzen overgaat. Nou, dat, ik zeg al maar, als je je grens overgaat, dan weet je wel weer waar die ligt. Hè? Dus ik denk van, je bent altijd, volgens mij schommel je zeker als ondernemer, maar ik denk sowieso als mens altijd wel een beetje heen en weer. Dus dat je zeg maar voor je gevoel op de zaken vooruit loopt, wat een heel lekker gevoel is, tot, en, maar tussen het gevoel dat je achter de feiten aanloopt, wat een heel vervelend gevoel is. En als je zeg maar, weet je wel, dat gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt, dan raak je vermoeid en dan raak je ontmoedigd. En dan ga je er doorheen zitten. Maar vaak is het dus als je weer wat rust neemt, dan heb je weer heel veel zin, heb je weer energie. En dan kan je ook weer, zeg maar, vooraan, weet je wel, kan die kar weer trekken. Toen doe je dat dan, maar je zit dan helemaal in een dip. Je denkt, ah. Ja, nou, meestal en gewoon dan? Even een beetje janken. En dan denken van, over de dood, weet je wel. En dan denk je, ach, alles is toch maar relatief. Je bent je maar de korte tijd. En het is wel heel tof om gewoon nou, het hele spectrum mee te maken. Je hoeft niet alleen maar mooie dingen mee te maken, weet je wel. Het is ook oké als dingen af en toe moeizaam zijn of veel kosten, want daardoor geniet je er juist weer van als dingen wel op hun vallen, weet je wel. Als je dan op een, ik kreeg vorige week dan dat de bibliotheek 81 exemplaren had gekocht. Ik denk, oh, kijk. Nou, dan heb je opeens, en dan geniet je wel weer extra van de dingen die lukken. Dus, zonder te dalen, geen pieken. Precies, het is toch gewoon, ja, zo is het leven. Ik denk ook niet dat je ze moet willen vermijden. Want uit een dal kom je altijd weer, toch weer sterker te boven. En ik geloof inderdaad wel, want dit gaat natuurlijk ook denk ik veel over ondernemerschap. Als je het dan inderdaad over mindset hebt van, ja, de aanhouder wint of zo. Dan werkt het vaak ook wel weer. Niet opgeven. Ja, nou niet soort van hersenloos maar door blijven gaan. Maar je moet wel, denk ik, altijd heel realistisch kijken van, slaat het ergens op wat ik doe? Voeg ik waarde toe? Hoe reageren mensen erop? Weet je wel, zit er muziek in? En als zodra dat er niet in zit, kan je ook maar beter kappen. Ik bedoel, ik ben ook wel met concepten gestopt. Want anders ga je maar door omdat je vanuit het idee van, nou, het is mijn passie en dan het moet slagen of zo. Ik denk niet dat dat per se zo werkt. Dus het is een beetje een soort wisselwerking tussen je omgeving en je eigen ambitie. En hoe toets jij zoiets? Of het idee wel of niet gaat slagen? Nou ja, dus sowieso tijd. Je moet wel echt dingen tijd gunnen. Dus je moet veel tijd voor uittrekken. Want je kan nooit, je kan niet binnen, bijvoorbeeld met een boek kan je ook niet binnen 3 maanden zeggen wat dat boek voor je gaat doen. Wat je aan, dat valt gewoon niet, je kan nog, weet je, je kan ook 3 jaar later succes hebben met een boek, bij wijze van. Vaak voel je het ook wel. Je voelt wel gewoon, dus met dat flexdenken, toen ik daarmee begon, ik ben gelijk daar ook workshops in gaan aanbieden. En je voelt gewoon, zodra je erover spreekt, dat mensen daar positief op reageren. En dan voel je ook van, oh, oké, blijkbaar hebben mensen hier duidelijke associaties bij. En wordt het makkelijk opgepikt. En ja, dus het is denk ik gevoelskwestie, ja. Maar je moet, dat is altijd, hè, je kan jezelf soms ook voor de gek houden. Dus het is wel belangrijk om een beetje gewoon met afstand ook af en toe naar de dingen te kijken. Hè? Los van je eigen verlangens. En zijn er nog bepaalde rituelen waar jij je aan houdt om bijvoorbeeld je dag productief in te richten? Of dingen voor elkaar te krijgen? Ja, nou, yoga. Ik ben wel erg yoga-fan. Ik heb hele goede yoga-lerares hier, shadow yoga. En dus ik doe eigenlijk wel zoveel mogelijk elke ochtend een half uur tot een uur yoga. Sowieso ben ik ook wel echt van sporten. En ik ga nu ook wel veranderen, want ik denk dat ik wel productiever kan zijn. Ik ga even kijken met Mike Verbrugge van Slimmer Werken deze week zitten. Ik ga over op Mac.
Nou, ik heb altijd met PC gewerkt, maar ik ga nu een Mac aanschaffen. En hij weet alles van allerlei slimme tools en snelkoppelingen. Dus ik ga gewoon nu een lijstje maken met hoe ik wil dat mijn digitale omgeving zich gedraagt. En hij gaat dat voor me inrichten. En ik denk dat ik daar heel veel tijd mee ga winnen. Dus dan kan je Evernote aan je e-mail koppelen, aan je Mailchimp en weet ik gewoon allemaal snelkoppelingen maken, dingen automatiseren en beter CRM bijhouden. Dus ik denk wel, als ik dan. Ik ben eigenlijk constant bezig, denk ik wel, om dat soort van telkens productiviteitsslag te kunnen maken. Daar heb je en wel een Ja. goede technische omgeving voor nodig. En inderdaad, je moet je kop uit kunnen zetten. Voor mij helpt daarbij fysiek bezig zijn heel goed. Want anders ga je maar door en dan raak je dus waar we het daarvoor over hadden, raak je uitgeput. Veel sporten dus. En Ja, yoga. sommige mensen kunnen ook gewoon, ik kan ook een wandelingetje maken. Of voor sommige mensen helpt het, weet ik veel, sudoku-puzzel. Ik doe iedereen. Ik heb nog een paar afsluitende vragen. Ja. De bliksemronde. Zijn er op dit moment nog programma's die je gebruikt, inderdaad, zoals een Evernote nog niet, Ja, maar Evernote software gebruik ik wel hoor. Evernote. Vertel, Ja. Evernote. Maar ik heb. Ja, Evernote is gewoon een heel tof programma. Maar ik weet alle ins en outs er nog niet van. Dus ik gebruik het al wel 1,5 jaar, geloof ik. Omdat je kan. Ja, je kan gewoon allerlei hele goede dingen daarmee. Ik gebruik het bijvoorbeeld als ik websites tegenkom. Je hebt Evernote Webclipper. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld Evernote dat je visitekaartje kan scannen. Dat hij het automatisch archiveert. En je kan het ook wel gewoon heel organisch inrichten en al die mappensystemen. En het is ook allemaal, ik weet niet hoe ze dat noemen, met stack, weet je, stapelen. Dus als jij gewoon goede zoekwoorden gebruikt, dan kan je altijd alles terugvinden. Dus je hoeft eigenlijk niet meer, dat is dus eigenlijk ook stabiliteit perken, dat je alles in mappen en mappen onder elkaar, net zoals al die organisatiestructuren, weet je wel. Ja. Zo, map 1 en daaronder hangt dat en daaronder hangt dat en zo. En eigenlijk met stapelen werk je veel organischer. Dus eigenlijk maakt het niet uit hoe die chaos eruit ziet, als je maar weet hoe je dat wat je wilt hebben terug kan vinden. Evernote zoekt het voor je. Ja, Evernote zoekt het voor je. En ze doen natuurlijk ook, hoe heet het, tekstherkenningen. Dus als je een plaatje scant met tekst erop, dan herkennen ze de tekst eruit. En nou ja, er zitten gewoon hele goede mensen volgens mij ook wel achter. Die constant ja, ook veel meer soort van op de eisen van deze tijd en de mogelijkheden kijken naar wat je met die software kan doen. Ja. Maar daar ik even kijken wat. Ja, Photoshop. Ja, dat is al jaren. Dat is gewoon, als je dat één keer goed geleerd hebt, vind ik wel een fantastisch programma. Maar Ah, waarschijnlijk vind ik het ook fantastisch omdat ik weet hoe het werkt. als Illustrator. Ja, Illustrator gebruik ik dus Ja. helemaal niet. Maar daar ga ik dus ook, daar wil ik wel dit jaar gaan verkennen, ja. Ja. Zeg, Astrid, wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Oh joh, dat is wel een moeilijke vraag. Het beste advies wat ik ooit heb gekregen. Even de linkse. Nou, mijn vader zei wel in mijn dipje van vorige maand wat zei hij nou? Het is ook wel zo van hoe succesvoller je wordt, hoe meer kritiek je oogst. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Ja. Mooi advies. Toch? Ja, het is niet echt een advies, maar het is Ja. meer een soort ja, realisatie van als je weer, ja, hoe meer je groeit, of hoe groter je wordt in wezen, hoe meer je ook wel weer over je heen krijgt. Ja, maar ja, Ook in dan kan je het ook zien als positieve iets, zin, hè? ja, iets Ja. positiefs is het dan eigenlijk ook. Van, ja, dan zie je dat je aan het groeien bent. Ja. En stel dat je het allemaal opnieuw mocht doen, wat had je dan anders gedaan? Oh, ik had er niks anders gedaan. Nee. Mooi antwoord. Ja, kan ook niet. Nee. Nee, volgens mij moet je ook, wat dat betreft, zijn adviezen natuurlijk ook altijd wel met een korreltje zout te nemen. Want ja, je moet het voor je. Het maakt ook, volgens mij maakt het ook allemaal in wezen niet zo heel veel uit welke weg je gaat. Het is altijd jouw eigen weg. Ik bedoel, ieder staat voor zijn eigen leren. Jo heeft zijn eigen leermomenten. Want wij doen altijd van, nou, als je dan iemand heeft succes en dan ga je analyseren van waar dat succes hem dan in zit, weet je wel. Net als dat de hele wereld Google en Apple als voorbeelden gebruikt en dan allerlei strategieën erop loslaten waarom zij zo succesvol zijn. Maar je kan dat nooit, zeg maar, reproduceren. Het werkt voor iedereen anders.
Ook voor ieder bedrijf. Ja, ieder zijn pad. Ieder zijn pad, ja. Zeg, is er nog een boek wat je de luisteraars wil aanbevelen? Behalve het boek Flex Ja, Denken. Flex Denken, echt het beste boek. Ik zag nog een ander heel goed boek. Ja, ik? Jij? Buiten de doos denken. Oh ja, precies. Ja, dat is de download. Maar die werkt dus nu even niet vanwege die hack op mijn IP-adres. Maar die kan ik wel trouwens toesturen. Ja, dat is echt een e-book, gratis e-book downloaden voor creatief denken. Dus als je meer wil weten over creatieve denktechnieken, dan is dat wel een heel leuk boek. Met ook allerlei doorverwijzingen weer naar nou ja, alles wat je wil weten eigenlijk over creatief denken. En ik heb net het boek uit van Esther Jacobs over Wereldburger. Ik ben even de titel kwijt. Maar dan gaat het over. Handboek voor de Wereldburger. Zoiets. Handboek voor Wereldburgerschap. Nou, dat vond ik ook wel een aanrader. Dat is wel weer heel leuk. Over mobiel leven eigenlijk ook. Buiten het systeem. Ook allemaal. Ja, buiten het, buiten het off the grid. Systeem. Ja, zij zeggen wel een beetje off the grid. Ja, best wel, je hebt wel steeds meer mensen die off the grid zijn. Maar ik wil natuurlijk met dat mobiele huis ook wel enigszins off the grid. Maar GBA geregistreerd blijft in Nederland. Maar dat weet ik nog allemaal niet. Maar in ieder geval, dat is wel heel interessant voor, nou ja, als je wat nieuwsgierig bent naar nieuwe vormen van leven. Want er is gewoon best wel veel mogelijk tegenwoordig. Wat zou je aanbevelen om daar meer van te lezen? Gewoon tinyhouse.nl of com. Nou, zij is estherjacobs.nl is haar website. Weet ik even niet. Maar als je zoekt op Wereldburger of Handboek voor Wereldburgers, dan kom je ook bij haar terecht. Ik zit even te denken wat ik nog meer gelezen heb. Dit spel verandert je leven. Dat is ook een leuk boek. Oh, en ik heb ook eigenlijk alle boeken van Robert Kromhoff. Die is nog niet uit, maar dat gaat over de belevenisreis van baarmoeder tot kist. Dat is ook wel een heel leuk boek over welke reis je aflegt van kindje tot je dood. En dan ook een beetje vanuit het perspectief van de architectuur. Nou, er zijn zoveel fantastische boeken. Ik kan me er nog niks bij voorstellen, nee. Maar ga zeker kijken. Ja, des te boeiender misschien. Vanuit de architectuur, ja, iedereen gaat erop klikken. Ja, ik zal op mijn website ondernemerspassie.nl zet ik ook alle linkjes voor de luisteraars. Oh, oké. Okay. Oh, dan kan ik wel gewoon een boekentop 5 maken. Bijvoorbeeld. Ja, dat is wel leuk. Want nu vraag je mij dit. En nou is het eigenlijk hetgeen wat ik zeg maar net heb uitgelezen. Maar ik heb net ook wel veel boeken. Ik heb ook veel verwijzingen in mijn boek natuurlijk naar andere boeken. Maar daar heb ik wel, ik zal wel eens over een top 5 nadenken. Dat vind ik wel leuk. Leuk. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Lijkt een beetje op die vorige, maar stel nou, je had het enige wat je nu had was een laptop en €500. Ja. Alles was weg. Hoe zou je beginnen? Beginnen? Wat zou je doen? Wat zou ik doen? Ik denk wel dat ik even bij iemand ga logeren. Tenzij het echt zo lekker weer is als vandaag, dan waag ik me nog wel aan de straat. Hoewel je met €500 ook wel overnachtingje kan boeken. Maar dan zou ik eerst wel eventjes zeg maar een onderkomen regelen. Want van daaruit kan je altijd alles weer verder kijken. Maar het is wel belangrijk om een plekje te hebben waar je rustig bent om verder te denken. Althans voor mij. En daarnaast zal het misschien niet eens zo heel veel verschillen van hoe ik nu leef. Hoe ik dan zou leven. Wat voor... Vind ik mooi. Ja. Ja, als eerste zeg je eigenlijk creëer je de ruimte. Ja, ook weer die ruimte inderdaad. Ja. Ja. Ja, mooi, leuk. Ja. Als mensen jou willen bereiken, wat is de weg die ze het beste kunnen gaan? Flexdenken.com. Nou ja, als je... Oh ja, moet ik even goed... Ja, ik moet even mijn hek wegwerken. Flexdenken.com. En de e-mail is info@flexdenken.com. Maar sowieso, ik heb ook nog astridwillems.nl. Als je mij googelt op Astrid Willems, dan kom je ook bij alles wat je maar wil terecht. Dus Oké, nou voor de luisteraars, ik ging net even kijken op de website en hij deed het niet op dit moment. Dus ja. Ik neem aan dat hij het binnenkort weer gaat doen. Dus dan ja, kan dat iedereen... regel ik zo even. Dat weer in orde komt, ja. Oké. Okay. Astrid, ik vond het echt heel leuk om met je te praten. Ja, insgelijks. Ik ga je volgen en die top 5, ik kijk ernaar uit. Leuk. Ja, leuk. Vind ik ook leuk. Ga ik het naar je toe sturen. Top. Oké.
Zo, dat was hem alweer. Het was weer een erg leuke aflevering. Het was heel leuk om met Astrid te hebben gesproken. En ik hoop dat jullie er ook heel veel aan hebben gehad. Ze heeft nog een lijstje gestuurd met een aantal aan boekentips. Die kun je vinden op www.ondernemerspassie.nl. Ga naar de /iTunes en laat een leuke review achter voor mij. Ik ga ervoor om zoveel mogelijk 5 sterren reviews te krijgen. En dat doe ik natuurlijk door jullie heel veel leuke interviews te geven. Ik zat zelf ook te kijken op internet naar www.storytel.nl. Wat is dat? Daar kan je onbeperkt naar audioboeken luisteren. Gewoon, die download je dan direct op je mobiel. Ze zeggen zelf, zijn er duizenden Nederlandse en Engelstalige luisterboeken. Ik ben er nog niet lid van. Je kan de eerste 14 dagen kan je gratis proberen. En het kost je €9,99 per maand. Dus waar een luisterboek normaal gesproken iets van tussen de 20 of €40 kost, kunnen zij gewoon alles aanbieden voor één bedrag per maand. Een soort Netflix lijkt het wel. Ik vind het wel heel interessante ontwikkelingen. Want luisterboeken zijn best prijzig. Ben je ook geïnteresseerd naar meerdere podcasts? Ga eens kijken naar iTunes, in de iTunes Store. En zoek op podcasts. Je hebt echt duizenden podcasts. De meeste zijn nog steeds Engelstalig, maar je kan over alle onderwerpen kan je wat vinden. Ze zijn allemaal gratis. Dus mijn suggestie is, ga even kijken. Je kan het gewoon op je mobiele telefoon downloaden. Geen enkel probleem. En ik heb er echt heel veel aan gehad. Een aantal leuke podcasts die ik kan aanraden. Bijvoorbeeld de Joe Rogan Experience. En dat is Joe Rogan, Amerikaanse komiek. En die praat met allerlei interessante mensen. En dat kan van alles zijn. Dat zijn andere komieken. Maar ook over filosofie, sport, al dat soort zaken. Ik zou zeggen, ga eens kijken. Nou, ik wens jullie nog een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie heel veel in de praktijk kunnen brengen. En tot de volgende aflevering.